Antwerpen, stad van vele culturen en talen. In het centrum van de stad vormen vier woon- en zorgcentra samen VZW Goudblomme. De Zavel, de Zwanen, de Eekhof en Goudblomme. Wij willen een thuis zijn voor velen. Bijna 20% van onze medewerkers zijn afkomstig uit 19 verschillende landen. 25% is ouder dan 45 jaar. We werken ook met kortgeschoolden en mensen met een handicap. In een project rond intergenerationele diversiteit focusten we op het leren van elkaar vanuit de mix van jonge en minder jonge medewerkers. Een ander project speelt in op maatschappelijke uitdagingen. Jongeren met autisme leren van bewoners van de Zavel eenvoudige huishoudelijke taken uitvoeren. Voor de bewoners is dit een zinvolle daginvulling. Voor de jongeren vergroot het de kans op integratie in de samenleving. Ons diversiteitsbeleid voedde het wederzijds begrip tussen medewerkers. Anderstaligen krijgen spontaan ondersteuning bij activiteiten die taalvaardigheid vragen, zoals vergaderen en schriftelijk verslag uitbrengen. Ook de bewoners doen mee. Het letterlijk proeven van verschillende culturen, kennismaking met mekaars hobby's, verhalen van vroeger en nu, brengen het onderwerp dichterbij. Diversiteit is voor VZW Goudblomme niet meer weg te denken. Elke actie roept nieuwe acties op. Daagt ons uit om stil te staan bij onze manier van werken en op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Ons mosterdzaadje groeide uit tot een boompje met stevige wortels en met nog heel wat potentieel. We willen deze ervaring graag delen, zodat anderen ook de smaak te pakken krijgen om te zaaien.